Als het dan goed is gegaan om in de trein te komen, op met Rijka, bleef mooi op de booster. Maar ja, ben je gepiept? Wat gebeurt mij nou weer? Met een heleboel bende cadeautjes eromheen. Nou, dat is me nogal wat, zoveel. Ja, het is alweer eerste kerstdag. En ik heb glitter op mijn voorhoofd, dat moet ook niet. Ik moest op mijn haar. Maar ja, in de douche. En het valt licht. Maar oké, doet er niet toe, er zit een glitter in. Maar ik wens jullie ook weer een hartelijk welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ja, en waarom ik er zo vroeg uit ben? Nou, ik heb het al een paar keer eerder gezegd. En dat is dat ik vandaag gezellig met Rijka en natuurlijk op mijn scootmobiel, wat wij hier een booster noemen, en dan de trein nemen naar Den Haag, naar Karin en Roderick, en waar we hopen heel gezellig te kunnen krijgen. Ja, ik zie er echt helemaal naar uit, echt wel. Het is 7:38 uur, dus eventjes zo snel eten en ik moet er 9:15 moet ik op het station zijn. Maar ik moet van tevoren, ruim van tevoren al weg, want ik moet even verrijken een stuk over de gracht. Want daar is gracht. En die dame doet het denk ik maar op graf. Dus ja, we gaan er snel. Zeggen, lieve vrienden, geniet samen met je dierbaren, met je geliefden, met je kinderen, met je familie, vrienden, kennissen. Geniet en hou vrede, want daar gaat het om. Kindje Jezus is geboren voor vrede. Ja, hou dat. Hou die afgevoel vast. Ja. Nou, lieve vrienden, ik ga een bakje koffie maken en ik ga eten. En beestjes eten geven. Kandalf, die zit nog steeds achter de deur. Die wou het wel uit, maar die komt nou niet naar buiten. Nee, die wil ik niet hebben. Nee, die blijft veilig in huis. En dan komt alles goed. Dus zeg, geniet. En doe dat. Duimpje omhoog. Like het. Kom massaal bij me. En abonneer gratis. En kom erbij. Gezellig toch? Ja. Nou, ik zou zeggen, tot snel. Doei, doei. Ja, lieve vrienden, we zitten reeds in de trein van Den Helder. Rijka is ook mee, uiteraard. Daar is ons bange hoopie. Rijka? Nee, ja, je zit met je pootje. Nee, komt zo wel goed. Oh, dat is al goed. Oké dan. Ik zal er even... Oh, waar ben je nou? Ha! Kijk, daar is onze Rijka. Hé? Ja, nou skat. Rustig maar hoor. Hé? Ja, het is voor haar voor het eerst dat ze in een trein zit. Tenminste, vermoed ik. Ja, ik zou niet weten hoe het in Roemenië is gegaan. Maar daar is ze op transport gezet met een busje naar Nederland toe. Dus ja, als ze daar ook nog in een trein hebben gezeten, Joost mag het weten, maar ik weet het niet, Karin weet het niet, nee. Soms dus een raadsel. Maar ja, het zal misschien even piepen wezen, maar dan moet je niet op reageren. Dat moet je laadje laten leggen, ja. En dat komt allemaal goed, ik zal eventjes richting Den Haag eventjes een feitje geven dat ik in de trein zit. En dat alles dan goed is gegaan. Om in de trein te komen op met Rijka. Ze bleef mooi op de booster. Maar ja, ben je gepiept? Wat gebeurt mij nou weer? Ja, ik kan er ook niks aan doen. Het gebeurt mij ook, ja. Hé, moppie. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet van alles met wat jullie doen gaan. Ga ik ook doen. Ik zou zeggen, tot later.
Ja, lieve vrienden, we staan hier op Utrecht Centraal. En ja, Rijka die doet het voortreffelijk goed. Ze loopt even nou te snuffelen in te doen. Moet kunnen. Dat ze doet het helemaal perfect. Zo erg lief. Dat, ja, het gaat geweldig. Dus over een paar minuten komt de trein al. En het is hier een oorverdovend lawaai met gefluit allemaal. Hebba. Maar het komt allemaal goed. En ik zal Karin even appen dat ik op Utrecht sta. We zeggen tot straks. Ja, lieve vrienden, we zitten alweer een tijdje in trein 2. Oftewel de laatste trein richting Den Haag. En Rijka, nou die doet het echt helemaal goed. Ja, ze doet het super goed. Ik ben trots op haar. Ja, en we eten gezamenlijk van een broodje kaas ui. Dat het is al op, lekker. En het zij ook van genoten. Moet kunnen. Het is maar één keer in het jaar. Kerstfeest. Zoals vandaag en morgen. Dan hebben we weer een paar normale dagen. En dan hebben we weer het oud en nieuw. Ja. Maar alles komt goed en ja, het is een rare trein hoor. Ja, ik vind het maar een rare trein. Ik zit in een kleine ruimte met drie klapstoeltjes. Daar drie klapstoeltjes, daar een paar deuren en achter mij één deur. Ja, waar je dan terecht komt weet ik zo niet. Maar dat doet er allemaal niet toe. Nee, het is ook mooi weer. Het zonnetje schijnt. Wat stapelwolken, lucht is blauw, groen is het gras in plaats van wit. Ja, dus ja, het gaat allemaal perfect. En ik ben trots op mijn kleine meid dat ze zo super, super goed, super goed doet. Jongen, niet maag, breekt even op. Maar ja, komt ook wel weer goed, ik heb medicijnen bij me. Dus als ik elkaar ben, even wat voor innemen. Maar ik zou zeggen, geniet. Doe ik ook. Ik zou zeggen, tot later. Zo, lieve vrienden, we zijn gearriveerd. Ja. In het mooie Den Haag. In het mooie Den Haag. Nou, ik vind er geen moeite aan, maar dat doet er niet toe. Karin en Roderick zijn beide in de keuken bezig. Rinkelt Roderick zijn arm, zie ik. Ja! Dag, wordt er gezwaaid. En onze Janneman is er al. Ik ben ook al gearriveerd. Ja, en er staat een hele grote crisisboom. Met een heleboel bende cadeautjes eromheen. Nou, dat is me nogal wat. Zoveel. En daar hebben we onze lieve Lady. Daar ligt Beauty. Waar is Lovely? Oh, die ligt daar in de keuken niet te zien. En daar ligt mijn kleine meid, Rijka. Dus ja. En dan missen we er dus een en dat is Lovely. Nou ja, die ligt ergens zonder in de keuken. Dat is Lady. Kijk, die is zwart op een, die is helemaal zwart op de kop. En dat is Lovely niet, die is wit op de kop. Dus ja, we gaan straks feest vieren. Het is kerst. Ja, genieten, boepie. Lekker, feest. Ja, zo zeggen lieve vrienden, geniet ook, net zoals wij. En wees blij. Lekker gezellig met elkaar. Wat wil je nog meer? Zo zeggen, tot straks maar weer. Gewoon hier de helft van pakt.